Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft gisteren digitaliseringsapparatuur geschonken door het Nederlandse Instituut Beeld en Geluid, IBG, in gebruik genomen. Hiervoor hebben de twee organisaties ook een bruikleenovereenkomst met elkaar getekend. Deze overeenkomst is deel van de samenwerking die het NAS in 2022 aanging met het Instituut voor Beeld en Geluid. De focus is gericht op mediageletterdheid, digitale inclusie, wederzijdse aanbieding van een forum voor onderzoek en toegang tot gedigitaliseerde collecties en het delen van onderzoek en netwerken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aanschaf van technisch apparatuur ten behoeve van de sectie film, video en audio van het NAS. Het beschikbaar stellen van audio- en videomateriaal over Suriname en trainingen en workshops. De digitaliseringsapparatuur is tot 2024 in bruikleen van het NAS. Het archief moet dan zorg dragen voor het onderhoud en de verzekering, terwijl het personeel van het NAS intussen getraind zal worden hoe de apparatuur te gebruiken. Rita Chinfu, directeur van het NAS, legt uit dat het archief wel digitaliseringsapparatuur heeft, echter niet zo modern. Met de aanwinst kan het NAS nu volgens internationale standaarden archiefbeelden digitaliseren. Als je nu op de website van het Nationaal Archief gaat, dan zien we wel beeldmateriaal, maar je ziet dat het ook DAF is, wat eigenlijk niet gebruik is. Het moet aan bepaalde standaarden voldoen als je beeldmateriaal online zet. Tot nog toe hebben we dat niet gedaan, toch? Maar waarom hebben we het besluit genomen om dat toch wel te doen, om het publiek tegemoet te komen? Maar volgens internationale standaarden moet dat beeld wel aan bepaalde normen voldoen. En dat, zo'n norm hadden we nog niet bereikt. En met dit, dat kan nu wel. Dus dat is wel een heel verschil. Eppo van Nispen tot Zevenaar, CEO van het Instituut voor Beeld en Geluid, zegt dat de digitaliseringsapparatuur een van de meest geavanceerde soorten is voor het digitaliseren van audiovisueel erfgoed. Hiermee kan Suriname internationaal meedoen met het bewaarbaar maken voor de eeuwigheid van belangrijke dingen die in Suriname gemaakt worden. Beeld en Geluid doet dit omdat we ongelooflijk geloven in de belangrijke taak die archieven hebben in het beschikbaar stellen, het toegankelijk maken, maar ook het voor eeuwig moeten bewaren van belangrijke spullen, verhalen die in een gemeenschap leven. En wij doen dat specifiek. We vinden Rita heel leuk natuurlijk. En we vinden Suriname een geweldig land. Ik kan niet anders zeggen. De gastvrijheid, de hartelijkheid, slimme, leuke, geweldige mensen. En die hebben wel een archief, maar die konden daar niks mee, want dat was gewoon geen geld voor of wat het ook is, doet er niet toe. Wij vinden het belangrijk dat dat er komt, dat dat er is en dat we dat goed kunnen opslaan en daarom doen we dat. Na de periode van bruikleen zal de digitaliseringsapparatuur overhandig worden aan het Nationaal Archief Suriname. Er zijn ook andere projecten die NAS en IBG samen zullen uitvoeren dit jaar.